Als we op de dijk staan, dan zien we aan de ene kant het water van het IJsselmeer en aan de andere kant land, zover het oog reikt. En het kost moeite je te realiseren dat ook hier nog niet zo lang geleden het water van de zee golfde. Dat hier schepen voeren. De grote machines van het gemaal Wortmann alleen al slaan per minuut 1,5 miljoen liter water naar buiten. Het waterpeil in de polder is sedert het begin van de droogmaling dan ook al ruim een meter gezakt. En intussen pompen de drie gemalen onafgebroken door. Thank you.